Hoi lief allemaal. Ja, voordat ik naar de nieuwe reading toe ga, heb ik toch besloten om even een apart filmpje op te nemen om jullie iets voor te lezen. En dat past heel erg bij de reading die dus hierna gaat komen. En die twee video's die koppel ik dan aan elkaar. Want dit is zo belangrijk dat ik dit naar buiten breng. Want de mensen willen zo graag dat hun wensen in vervulling gaan en dat hun dromen werkelijkheid worden en dat het gemanifesteerd kan worden. Maar tegelijkertijd durven mensen niet mee te gaan in veranderingen. En ja, dan kan het niet anders dat je heel erg ontevreden gaat worden en niet bereikt wat je graag wil bereiken. Dit is een deel van een lezing van de opgestegen meesters die ik bij de vorige video ook onderaan de video heb geplaatst. Dus als je die helemaal wil kijken, graag, want dan dringt het ook tot je door dat als jij jouw dromen niet manifesteert, dan is dat jouw jouw keuze. Om het niet te manifesteren. Omdat jij niet de ongemakken van je ego wenst te doorvoelen. Of niet de juiste beslissingen durft te nemen op basis van je intuïtie. Kijk. De geascendeerde meesters werken er al heel lang aan om positieve veranderingen op planeet Aarde tot stand te brengen. Zoals overal op deze website wordt uitgelegd, zouden wij graag snel dramatische veranderingen willen zien. Maar elke keer opnieuw kiezen de mensen ervoor om aan het bekende vast te houden in plaats van met de noodzakelijke veranderingen van de tijd mee te gaan. Kijk, en de geascendeerde meesters die kunnen dat volhouden omdat zij natuurlijk onvoorwaardelijke liefde hebben en een jobsgeduld hebben. Maar het ligt dus aan jezelf dat je je wensen niet manifesteert. Het is heel erg belangrijk dat alle spirituele mensen een duidelijk inzicht en onwrikbaar respect voor vrije wil ontwikkelen. Zoals ik al heel vaak heb gezegd, is de wet van vrije wil de wet waar alles om draait in het materiële universum. Als menselijke wezens hun planeet opblazen, zullen de geascendeerde meesters hen dit laten doen. De reden is dat het scheppen van het materiële universum juist de bedoeling heeft om een schoollokaal voor levensstromen te vormen. Alles op planeet Aarde heeft een bedoeling en maar één bedoeling. Namelijk om levensstromen de grootste kans te geven om iets te leren. Zoals ik al uitleg in het boek Save Yourself, zijn er twee manieren om in het schoollokaal Aarde iets te leren. Je kunt bewust en onbewust iets leren. Het spirituele pad brokt de harde leerschool. Je kunt leren door naar een spirituele leraar te luisteren, of je kunt leren door de consequenties van jouw eigen daden te ervaren, omdat die door het materiële universum zelf worden gereflecteerd. Wij, de geascendeerde meesters, zien graag dat de mensen leren door onze aanwijzingen op te volgen. Maar wij willen de mensen natuurlijk niet hiertoe dwingen, gezien de vrije wil. Daarom hebben wij geen enkele intentie om menselijke wezens te dwingen voor bepaalde veranderingen te kiezen, waaronder een bepaalde kandidaat eventueel als president. Waar het om draait is dus als jij je ontevreden voelt, als jij je voelt alsof het universum niet het beste met jou voor heeft, dan vraagt die rechtvaardiging, de kaart Justice, jou om naar jezelf te kijken. Want als het niet wordt gemanifesteerd, hou jij het zelf tegen. Niemand anders. Jij houdt dan veranderingen tegen. Want mensen willen maar een automatische verlossing van hun problemen. Maar dat kan niet. Je zult leiderschap moeten tonen. Nou, keuzes moeten maken, beslissingen moeten nemen en niet langer besluiteloos zijn. En het maar, ach, alles maar zo
bij het oude te willen houden. Waag die sprong naar het nieuwe. Daar gaat deze reading over. Nogmaals, vrije wil, vrije keuze. Maar niet mopperen als je wensen niet in vervulling gaan. Want dat is je eigen onbewuste keuze. En ik hoop dat dat dan in ieder geval bewust wordt. Zodat je daar dan jezelf daar anders in kunt begeleiden. Oké, en nu gaan we dan naar de oorspronkelijke video. Veel kijkplezier en vooral ook hoop ik dat je heel veel inzicht krijgt om die overwinning te behalen voor jezelf. Dank voor het kijken, heel veel liefs. Bye bye. Hey, hallo allemaal. Welkom bij weer een extra video voor tweelingvlammen lichtwerkers. Weer een vervolg op de laatste video, dus als je de laatste video nog niet hebt gezien, kijk die dan eerst. Ik voel dat het een vervolg is. En in die laatste video was al lag de kaart verdriet er in de nabije toekomst. Een advieskaart om dat verdriet goed te verwerken. Ik heb ook even de borderline dans aangehaald in de vorige video. Maar dat had nog een staartje. Althans, dat is mij getoond. Dat er nog een, en dat heb je wel eens vaker, hè, want die kaart Sorrow in de Osho Tarot, die staat ook voor de donkere nacht van de ziel. Dus het kan dat de bewuste persoon die zich los aan het maken is van een toxische relatie, dat die nog te maken heeft gehad met een laatste beproeving. Het is duister voor de dageraad. Laatste beproeving met die karmische relatie. Wat er namelijk... Het was heel heftig, want ik dacht, hoe kan dat nou? Want we waren toch al heel ver in die manifestatie. Maar er is natuurlijk ook die andere partij die die nog erg in afhankelijkheid is gebleven en die alles uit de kast haalt eigenlijk om die verlating te voorkomen. En dat blijkt uit deze kaart, Ruin. Dit is wel de meest zware kaart die je zou kunnen treffen uit de Crawley Tarot. Ruin. Het is enorm destructief gedrag. Het is bijna grenzend aan gedrag van krankzinnigheid. Dat je wel denkt van, nou, die heeft het helemaal... Die is, krankzinnig. Dat staat ook in dat boek. Ik zal hem er even bij halen, want ik dacht, wauw, dit heeft nog een flink staartje gehad. Met weer heel veel vijandigheden opnieuw. Heel erg veel destructief gedrag. En het is zwaarden 10, maar dat moet gebeuren, want zwaarden 10 staat in de... Het staat voor abrupt einde in de traditionele tarot. Het moet wel zo krankzinnig en waanzinnig zijn dat er wel een einde moet komen aan een bepaalde situatie, omdat het onhoudbaar is. Het kan gewoon niet meer. Het moet ten einde komen. Zwaarden 10. Ruin. Destructief gedrag. Ondergang. En die persoon die laat het gedrag zien omdat er zo'n enorme angst is en zoveel opgekropte woede en ergernis en zoveel negatief denken en zoveel angst voor een gebroken hart of voor waanzin dat je daar niet overheen komt. Ja, en dat is een verwoestende kracht. En die verwoestende kracht komt dan vrij vanwege onophoudelijk negatief denken, het leven ontkennend denken, waanzin, verward oproer,
Nou, het is ja, heel naar om daaraan ten prooi te vallen. Iemand met een enorme destructieve angst om verlaten te worden. En ook alles uit de kast trekt om die verlating te voorkomen. Nou ja, dat komt echt voor bij mensen die extreem verlatingsangst hebben. Ja. Maar daar anderen mee beïnvloeden. En ik wil echt ook voor de mensen met die enorme kenmerken, of die kenmerken, ook daar heb ik empathie voor. Alleen ik bekommer me nu om de mensen die zich uit het destructieve, afhankelijke leven of daaruit willen ontstijgen. Omdat ze aan zichzelf gewerkt hebben. Ze zijn gegroeid. Aan hun eigen angsten gewerkt. Hun eigen schaduw onder ogen te zien. Innerlijk kindwerk. Heel erg bewust gaan worden. Nou, daar heb ik op dit moment dan. Daar focus ik me op dit moment op. Omdat die mensen. Verder kunnen. En ook slachtoffer zijn van de mensen die denken dat ze niet verder kunnen. En mensen die maar blijven geven, en die kwam er dus ook uit, en dat is bekers 8. En al te lang de energie hebt gegeven aan een bodemloze put. Ja, dat klinkt heel hard. Maar het moet duidelijk omschreven worden. Want anders ga je het zelf ook bagatelliseren. En denken van nou zo erg is het niet. En dan heb je te veel empathie ook voor de partij. Die ja, zichzelf en anderen gewoon beschadigt. Dus we moeten nu even de focus leggen op de mensen die zich daaruit willen ontstijgen. Deze kaart zegt, we hebben al te veel van onze energie verspild aan mensen van wie we niks terug zullen ontvangen. We hebben hen met onze energie gevuld, maar zij waren als bodemloze putten. We voelen ons leeg, volkomen leeggezogen. De voorstelling gaat over een interpersoonlijke relatie waarin de stroom van energie tot stilstand is gekomen. En hoe meer je probeert de vastgelopen relatie nieuw leven in te blazen, des te leger en krachtelozer jij jezelf gaat voelen. Elke poging om de ander op te monteren versnippert je energie alleen maar verder en zal zonder resultaat zijn. Deze mensen zijn niet te redden. En dat is al eerder in een andere video gezegd. Blijkbaar heb je toch nog afgelopen dagen toch nog weer moeten ervaren dat het echt vernietigend is en dat het vooral ook vernietigend voor jouzelf zal zijn. En als jij meer van jezelf bent gaan houden, moet je dit echt definitief los gaan laten. Nou, dat. Ik weet dat ik dit als eerste moet brengen. En nu ga ik dan nog een extra reading doen. En ik weet bij God niet wat daaruit zal komen. Ik heb hier enige tijd erover gedaan om de. Ja, wat ik net heb verteld, om dat helder te krijgen. Want ik dacht, wat mijn God, we hadden dat toch. Ja, het leek alsof het achtergelaten was, maar ja, het moest dus blijkbaar nog flink getoond worden. Om definitief je beslissing, dat je innerlijke vrede kunt hebben met de beslissing.
hebt ook zo'n mooie uitspraak. En ik blijf een mooie uitspraak vinden van de opgestegen meesters. Die zeggen, je moet je parels niet voor de zwijnen gooien. Ja, als je een bodemloze put hebt, dan moet je er ook niet iets in gooien. Want het gaat er aan de andere kant gelijk weer uit. En natuurlijk ben je dan leeggezogen. En natuurlijk raak je dan uitgeput. Oké, nou, daar gaan we. Destructieve relaties op de schop. We zijn er nog steeds mee bezig. Patronen moeten vaak herhaald worden om echt te ervaren van dit kan niet langer. Om het echt de waarheid te zien, hoe heftig het eigenlijk is. En dat je het niet gaat bagatelliseren. En dat je jezelf niet in de steek gaat laten. En dat je het niet van tafel veegt hoe ernstig het eigenlijk is. Wat je ervaart met een ander. Die ernstig de vrije wil schendt. Intuïtie ligt onder op het dek. Intuïtie. Belangrijk dat je intuïtie gaat volgen. Dat is je innerlijke stem. Je innerlijke wijsheid. Het is een zachte stem. Het is geen stem die jou bang maakt. Dit is de goddelijke stem die jou leidt naar wat voor jou bedoeld is. Maar zodra je angst voelt, dan moet je weten dat jouw ego gelijk van zich laat horen. En dat zijn allemaal angstige, dat is allemaal angst, zijn allemaal angstgedachten. Van ja, maar als ik dit achterlaat, dan ben ik misschien te oud voor. Dat had ik dan al veel eerder moeten doen. Laat ik mijn tijd maar uitzitten. Want ja, dan moet ik dat huis verkopen. Of ja, dan moet ik allerlei rompslompen. En ach, het valt allemaal wel mee. En ik kom er wel door. Nee. Dat is niet je intuïtieve stem. Dat is je angststem. Verklarende kaarten. Van Sandra Ann Taylor. Verklarende kaart. Bij. Advieskaart naar bij je toekomst. Ik wil de 2. Die. En dan ook nog een verklarende kaart voor jou. Ja. Destructieve relaties op de schop. Je doet er uiteindelijk jezelf en ook anderen. Deze vliegt eruit. Ik weet niet of jullie dat zien. Nee, die was al buiten beeld. Maar de keizer. Er wordt leiderschap van je gevraagd. Die emperor. Wees die keizer. Neem de regie van je eigen leven terug. Kom in actie. Wees niet heerszuchtig. Dat niet. De keizer die kan... Als de keizer samenwerkt met zijn intuïtie, dan staat hij dus sterk in zijn mannelijke kracht. Maar dat is vermengd, geïntegreerd met zijn vrouwelijke kracht, dus intuïtie. En dan neemt de keizer de juiste beslissingen. Niet op basis van machtsmisbruik, maar op basis van scheppende wijsheid. Hij is dan de leider. Hij heeft dan sterke leiderskwaliteiten. En heeft dan ook dadendrang. En maakt beslissingen. Hij vertrouwt op zijn kracht. Ik heers door te dienen. Ik dien door te heersen. Nou, het moment is gunstig, zegt deze kaart, voor een verandering of het beginnen van iets nieuws. Vertrouw op je kracht. Samen met
Kom in actie als jouw intuïtie dat van je vraagt. Ja, er is dus weer heel veel lijden geweest vanwege jaloezie van de karmische betrekking. Deze staat voor de zwaarde 9. Die staat voor schuld, schaamte, slapeloze nachten, donkere nachten van de ziel. En die dwarsligger is degene die teleurgesteld is, heel erg bang was om verlaten te worden, nog met maskers op loopt, nog niet de authentieke zelf is, heel jaloers is, heerszuchtig is, hebzuchtig is. En dat is de dwarsligger voor deze persoon. Dat is dus de donkere nacht van de ziel geweest. Of die gaat dan nog komen. Dit was al aangekondigd. Hè? De bewuste persoon is wel in afzondering geweest, gelukkig. Gelukkig. Solar plexus. Ja, emotioneel verlies. Die ligt bij jou. De pijn, het verdriet. Wat ook in de laatste reading er lag. Ja, en ook die gevangen in angstkaart. De schaduwkaart. Het is de maankaart. En binnenkort hebben we weer de nieuwe maan. Kans voor een nieuw begin als je door gaat zetten. Als je even het ongemak van het ego betreft emotioneel verlies, als je dat durft te doorstaan. Dat je daar doorheen durft te gaan. Het ongemak van het ego om je verlaten te voelen, om de pijn te voelen. Het is de pijn van jouw innerlijk kind. En dat tijdelijke ongemak. Moet verdragen worden. Kijk, deze kaart staat voor, deze vertegenwoordigt emoties en gevoeligheid. En is een herinnering in het leven dat niets stilstaat. Dit is een wereld van voortdurende stroming en één ding is zeker, alles verandert. Deze kaart roept u op tot actie. Het is tijd om je grootste angsten onder ogen te zien. En dat geldt voor die bewuste persoon, maar ook voor de onbewuste persoon. Alleen de bewuste persoon kan die onbewuste persoon daar niet bij helpen. Dat moet die persoon uiteindelijk zelf doen. Maar dit is een oproep aan die bewuste persoon die toch weer in een hoop ellende verzeild is geraakt met die onbewuste persoon, met die karmische betrekking, in die borderline dans. Het is tijd om jezelf te confronteren met wat jij hebt vermeden tot nu toe. Je hebt waarschijnlijk vermeden om stappen te ondernemen, om leiderschap te nemen over je eigen leven, om de regie terug te nemen. Je hebt waarschijnlijk je leven laten bepalen door de meest afhankelijke persoon. Misschien was je wel gevangen in angst dat de ander zichzelf iets aan zou doen, dat de ander die heeft waarschijnlijk ook emotioneel gechanteerd, gedreigd. Die heeft jou misschien ook de schuld opgelegd en ook jou laten geloven dat je geen nieuw leven kunt scheppen. Allemaal dat soort misinformatie. De informatie wat niet klopt. Je hebt in ieder geval, ook die bewuste persoon heeft lange tijd iets vermeden. En het is nu tijd dat je daar moedig doorheen gaat. De schaduwkaart belooft dat er licht is aan het eind van de tunnel. Weet je, die donkere nacht van de ziel, om daar doorheen te gaan, hè, dat is dat emotioneel verlies. Die pijn. Dat is het pijn van het innerlijk kind. Het heeft niks met die andere persoon te maken. Het heeft te maken met dat kindje wat in de steek is gelaten. Dat kleine jongetje of dat kleine meisje in jou. En daar moet je er voor zijn. Daar moet je die moeder voor zijn. Die koesterende moeder voor zijn.
lief voor zijn, omhelzen, troosten. Licht aan het eind van de tunnel. Het is nooit, ja, meest duister is het voor de dageraad. Dat is die donkere nachten van de ziel. Dat was ook die kaart Sorrow. Wat in de nabije, advieskaart nabije toekomst lag. Ja, ik wou hem zoeken, maar ik kan hem niet zo gauw vinden. Uit de stapel. Maar dat maakt niet uit. Die spreekt over donkere nacht van de ziel. En als je daar doorheen gaat, dan kun je die verlichting ervaren. In je solar plexus. Nabij je advieskaart nabij je toekomst. De solar plexus is je ontvangst. Chakra. Die vertegenwoordigt macht, vitaliteit, wilskracht, zelfvertrouwen en geloof. Wat die keizer heeft. Maar dit chakra is ook het energiecentrum waar je emoties en gevoelens worden geregistreerd. Het heeft te maken met heldervoelendheid, innerlijk voelen en is het belangrijkste spirituele ontvangstgebied. Als dat dus gezond is, dat chakra, samen met de andere chakra's, dan, je kunt het door afzondering, yoga, gezond krijgen, hè, dat je bij jezelf aanwezig bent, dan krijg je genoeg vitaliteit, wilskracht en zelfvertrouwen. En ook weer geloof. Ik kan. Dat is wat je moet weten. Ik kan hier een verandering in aanbrengen. Ik kan dat. En de andere is, ik wil. Wat wil jij vanuit je hart? Herinnering aan liefde. Iemand uit het verleden kan weer. Kan de bedoeling zijn dat hij weer in je leven komt. Dat is die. Het onbewuste. Even kijken. Herinneringen aan liefde. Bladzijde 80. Kijk. Het is een emotiekaart. Ook weer, heeft betrekking op steun, toewijding. Geef jezelf de steun en de toewijding. De herinnering aan liefde is ook aan je de connectie met je goddelijk zelf. Dat is je eerste liefde. Het heeft nog niet eens te maken met een ware geliefde met betrekking tot een andere persoon. Je eerste liefde is altijd jouw de contact met de goddelijke, met je goddelijk zelf. Met je intuïtie. Liefde, goddelijke liefde. En dat je zelf toewijding en steun geeft. En dat je weer één voelt met je goddelijk zelf. Dat is je eerste liefde. Maar deze kan ook wijzen dat er een vriend of iemand uit het verleden terugkomt in je leven. Dat staat er ook bij. Waar je dierbare herinneringen aan hebt. Maar de vraag is van... Uw hart en ziel vragen u niet om te blijven hangen in het verleden, maar om de inspiratie en het plezier uit die tijd te gebruiken om te helpen in het hier en nu. Het is een nostalgische kaart. Maar ik kon niet vermoeden dat het nog zo heftig zou zijn. Die laatste kaart Sorrow in de nabije toekomst. Soms is het ook maar goed dat we dat niet van tevoren weten. Anders ga je daar al, ja, blijkbaar hoefde dat nog niet naar buiten gebracht te worden. Want dit moest je nog ervaren. In stilte lijden. Zwaar de 9 in het traditionele tarot. Schuld, schaamte. Iemand, deze is heel erg onbewust, hebzuchtig, is zo ontzettend teleurgesteld over het verleden. En is ontzettend jaloers. Als de ander verder gaat en wel gelukkig wordt. En wil dat uit alle macht tegenhouden. Dat is de dwarsligger.
Dit is de dwarsligger voor de bewuste persoon die aan zichzelf heeft gewerkt. Die weliswaar veel vermeden heeft in het verleden, maar daaruit wil ontstijgen. Gevangen heeft gezeten in angst, maar die overwinning wil behalen en dat succes wil behalen. Dat is ook de hoop van je hoger zelf, van de bron, dat je dat gaat doen. Dat je op een gegeven moment hier gaat staan en op die trompet kan blazen en kunt zeggen, ja, ik heb die zelfoverwinning behaald, ik heb dit losgelaten, ik neem leiderschap over mijn eigen leven en ik laat niet meer mijn energie wegvloeien in die bodemloze put. In stilte lijden. Het getal 9 wijst op voltooiing. Bent u er nu eindelijk klaar voor om die beperkende negatieve overtuigingen los te laten? Of staat u nog de problemen in uw leven toe groter te worden dan ze eigenlijk zijn? Want dat doe je hè, door patronen steeds maar weer te herhalen, terwijl je intuïtie zegt, dit kan niet langer, dit... Ja. Je moet verder gaan. Je moet verder gaan. Je intuïtie zegt het al lang, je moet verder gaan. En als je dan toch blijft, of de situatie dan maar, ach, nou ja, toch maar weer denkt, ach, het loopt wel los, want ik ben te oud, of dit had ik veel eerder moeten doen, of nu kan het niet meer, of allemaal te veel problemen, allemaal te veel rompslomp, laat het allemaal maar, ik maak er wel het beste van, nou ja, ik noem maar wat. Het lijden wordt steeds groter. Het lijden wordt steeds groter. Deze kaart volgt op gevangen in angst. Die ligt er ook. De 8e mentale kaart. U moet uw angsten onder ogen zien. Als je dat niet doet, blijft je kwelling bestaan. Dit is een herinnering om in actie te komen en erop te vertrouwen dat uw ziel en de macht van uw geest u stevig bij de hand zullen houden en u zullen leiden. Maar u moet wel de eerste stap zetten en die mentale ellende loslaten. Wow. Vermijd niet meer. Vermijd niet meer wat je al lang weet wat je moet doen. Weet dat je het kunt. Ik kan. Solar plexus. Macht, vitaliteit, zelfvertrouwen. En als je het niet kunt, zoek dan alsjeblieft hulp. Want dan ben je zelf nog te afhankelijk. Toch nog. En heb je nog meer heling nodig van je innerlijk kind. Zoek dan hulp. Dit destructieve beeld... Maar ja, dat kun je, mag je jezelf niet meer aandoen om dat voor te laten bestaan. Emotioneel verlies. Emotioneel verlies. 79. Deze emotiekaart verschijnt in een tijd waarin u misschien iemand met wie... of iets waar u emotioneel mee verbonden bent, verliest. Erken uw gevoelens. Alleen door uzelf te genezen en van uzelf te houden, door het verleden los te laten, kunt u verder reizen. Het lijden... wat gepaard gaat met dit verlies, geeft uw ziel diepe wijsheid en kennis. Uw unieke gaven, talenten... en vermogens, maar ook uw plezier en verdriet vormen niet alleen wie u echt bent, maar nog beter wie u gaat worden. De pijnlijke ervaringen van het leven zijn net zo waardevol als de plezierige. Richt al uw positieve energie op het goede in uw leven en waar u dankbaar voor bent. Probeer u niet te richten op wat u hebt verloren, want er staat een nieuw begin en nieuw geluk voor de deur. En dat wil deze, de dwarsligger waarschijnlijk, bij jou ontmoedigen. Dat er geen nieuw geluk voor de deur staat. Dat je je rot moet schamen over je verleden. Dat je dat niet verdient.
Dat kan ook nog een innerlijk stemmetje van je moeder zijn, van vroeger of van je vader zijn, dat je het allemaal niet verdient. Uit jaloezie en uit in waanzin, die ruïnekaart, kunnen mensen dingen zeggen die die dan weer een bepaald vertrouwen wat je hebt opgebouwd, dat wordt aangetast. Maar als je innerlijk kindwerk hebt gedaan, als je bewust bent en je hebt het werk gedaan, dan zijn we niet terug bij af. Want dat voelde ik even, jeetje, wat is dit joh allemaal? Want dit lag er ook de hele week na die laatste positieve reading. Maar ja, toen wist ik wel, oh ja, maar die donkere nachten van de ziel, die lag dan nog. Dan denk ik, oh jeetje. Maar je bent dus niet terug bij af. Je bent niet terug bij af. Je staat voor de overwinning en voor het succes. Die haal ik er ook bij voor je. Invloed van anderen, daar ligt ook die sacraal chakra. En wat je nu meemaakt met invloed van anderen, is om je bij ik wil te brengen. En dat is bij je hogere wil te brengen. Wat zijn jouw verlangens? Wat is jouw... welke creativiteit, naar jouw goddelijke creativiteit, maar ook naar je seksualiteit. Sacraal chakra. Ik wil invloed van anderen. Het is de bedoeling dat jij naar je eigen zielsverlangen gaat en dat je hart gaat volgen. Ik wil en ik kan. Overwinning en succes. Kaart 6. Overwinning en succes. Bladzijde 100. Tijd om op die trompet te gaan blazen. Goed nieuws op komst. De eigenschappen van deze positieve kaart zijn voltooiing, overwinning en succes. Die vaak wel volgen na een hele moeilijke periode. Zie, dit is het. Je bent niet terug bij af. Je hebt dit nog weer extra moeten meemaken om tot het diepst... Weet je nog wat ik in de vorige reading zei? Dat ik nog een patroon heb herhaald, maar dat het me wel bracht bij mijn diepste laag. Nou, dat is dit nu. Dat is dit, dat voel ik. En dan heb je weer een enorme, een karmisch iets nodig gehad van een andere persoon om dat bij jou los te maken. Deze kaart herinnert je wel om geaard te blijven. Denk eraan waar je zelf vandaan komt en houd je ego onder controle. Verlies niet wie je echt bent. Deze overwinning kan worden gebruikt als leermiddel voor de toekomst. Realiseer u dat als u deze uitdagende tijd aankomt, jij alles kunt. Ik kan. En ja, neem leiderschap. Laat je niet door een ander door jaloezie gevangen zetten in angst en schuld en schaamte. Want daar staat deze ook voor, die zwaarde 9, schuld en schaamte. Dat proberen ze je duidelijk te maken. Een nieuw begin is voor jou niet mogelijk, joh, met je verleden. Maar jij moet je eigenlijk je eigen aandeel in gaan zien. Wat heb ik al die tijd vermeden? Wat heb ik al die tijd vermeden? En wat ben je nu misschien nog aan het vermijden? Waarin heb je geen leiderschap genomen over je eigen leven? Wanneer ben jij besluiteloos geweest? Wanneer heb je geen beslissingen genomen? Wanneer heb je altijd maar uitgesteld om een belangrijke beslissing te nemen? Dan krijg je steeds hardere klappen. En nu heb je nog weer een harde klap gehad om je wakker te schudden. Word wakker. Dit kan zo niet doorgaan. Het is einde. Einde oefening met die Angel of Love. Einde oefening. 49. Die ligt op de kop. De Angel of Love rechtop is jouw ware geliefde. Deze moet eindigen. Dit is geen tender connection. Dit is namelijk iemand. Disconnect met betrekking tot matters of the heart. Dit is een scheiding, separatie. Of een emotionele afstand waar het twee personen betreft. En dat ze
dat ze al heel lang een afstand hadden, maar dat ze toch op de een of andere manier geconnect blijven, maar iedereen en ieder een aparte weg gaat. Nou ja, je kent ze wel, hè? Waarvan je weet van nou, dat is broer en zus. Ze leven nog in één huis, maar er is niks meer wat ze connect. Een separatie dus. Wat heel belangrijk is, is dat bij deze kaart het universum jou iets wil zeggen. The universe is waiting for you to free your heart and open your life to the fully present and honoring love that you so rightly deserve. Dus kijk in de spiegel. Weet dat je waardig bent om een tedere connectie te hebben met jezelf en anderen. Het universum wacht erop dat jij je hart bevrijdt en je leven opent. En dat je zelf gaat eren en gaat weten wat jij verdient. Dit verdien jij niet, die destructieve relaties. En weer de jaloeziekaart. Envy. Jaloezie. Er is een jaloers persoon waardoor jij je nog laat beïnvloeden. En dat is die karmische betrekking. Waar je van... Nou, advies gaat dan bij je toekomst. Waar je van moet scheiden. Of althans, dat is het advies. Je bent natuurlijk altijd, je hebt een vrije wil. Dus niks wordt je opgedrongen. En dat je het tijdelijke ongemak van het emotionele verlies wat je ervaart. Dat je daar doorheen moet. Om je wond van vroeger te helen. En je te connecten met jezelf. Hier, een jaloerse persoon. Envy. Hier. Jealousy. En het is tijd om je focus te shiften. Het is een... het is iemand die niet gelukkig is met zichzelf. En altijd maar meer wil. Hij heeft altijd een gevoel van gebrek. Ontevredenheid. En dat straalt ze ook uit met die energie. Ze is jaloers. En ze gunt ook de ander niet de blessings in het leven. Omdat ze... Dat is jaloezie. Je gunt dan ook de anderen niet... het geluk niet. En ze zal alles eraan doen om het ook voor een ander te verprutsen. Omdat ze zelf niet vervuld is, gunt ze dat een ander dus ook niet. Dat is helemaal, past helemaal bij die bodemloze put. Verklarende kaarten. Je hebt het me eruit zien trekken. Ja, aan jou de keus uiteraard. Door to romance is op de kop. Dus al heel lang is er geen liefde in deze relatie. Dit is destructief. Het verdriet wat je nu voelt heeft niks met deze destructieve persoon te maken. Het heeft te maken met waarschijnlijk de onbeantwoorde liefde van je moeder of van je vader. En ga tot die diepste kern doordringen. Daarom voel je je soms zelfs nog afhankelijk van deze destructieve relatie. Of wil je hem misschien toch nog redden? Of wat voor redenen je ook hebt om het maar uit te stellen. En om de dingen maar niet, ja, om dingen te vermijden, beslissingen te vermijden. Ja, 33 op de kop, dat is, ja, separation, distance, is ook weer een scheiding, separatie. En voor sommigen is de deur tot de liefde al hele tijd gesloten. Deze kaart vraagt je om je eigen geluk voorop te stellen. Make yourself and your own happiness a priority. Moedig jezelf aan dat je liefde verdient.
van jezelf en van anderen. En kies ervoor om je houding daarin te shiften. En oude energie van dat jij het niet waard bent, om die misleidende informatie gewoon niet meer tot je te laten komen. En mocht je dan toch nog van deze destructieve relatie pijn voelen, heeft dat nogmaals niks met die persoon te maken. Heeft alles met jouw innerlijk kind te maken. Met wat jij als kind hebt ervaren aan emotioneel verlies van papa en van mama. Die onbeantwoorde liefde, dat wordt nu heel sterk aangeraakt. Maar verwar dat niet met dat je toch van deze persoon houdt. Dat is geen liefde. Ja, duidelijker kan het eigenlijk niet. Ik sta er altijd toch wel weer versteld van wat er dan uitkomt. Wacht even. Ik doe even opnieuw. The right one, please. Yin, vrouwelijke energie en goddelijke justice. Het is zo mooi dit. Ga naar je vrouwelijke energie. Dus yin. Dit is een kans voor jou om te helen. Laat je leiden door die vrouwelijke energie. Dompel daarin onder, weet je nog, geef je over. En weet je nog die vorige reading aan die overgave? Geef je over aan emoties, geef je over aan je intuïtie, geef je over aan wat zich in jou afspeelt en verwerk het goed. En dan zul je die justice gaan ervaren. Dat alles ook rechtvaardig is. Met betrekking tot ook de wet van oorzaak en gevolg. 2. Yin. Het vrouwelijke principe van ontvankelijkheid. Informatie verzamelen en aanwijzingen opvolgen. En de kunst van het bewust toestaan. Dus, aanwijzingen zijn je intuïtieve aanwijzingen. Die je vanuit je innerlijk voelen weet. Goddelijke aanwijzingen. Daar moet je ontvankelijk voor zijn. En dan neem je leiderschap. Op basis daarvan neem je beslissingen. En de kunst van het bewust toestaan. Dit is zoiets bewust toestaan. Dat je emotioneel verlies ervaart. En duik naar dat innerlijk kind. Vraag dat jongetje aan jou, in jou. Vraag dat meisje in jou. Wanneer heb jij dit eerder gevoeld? En dat triggert alleen maar deze persoon. Die heb je aangetrokken om je innerlijk kindwond te kunnen genezen. En dan wordt het leven weer mooier, want je staat voor de voltooiing. Echt waar. Je bent niet terug bij af. Echt niet. Maar hier moet je nog doorheen. Ik heb het zelf ook ervaren. Een paar keer die donkere nachten van de ziel. Tot de diepste van de pijn doorgedrongen van mijn innerlijk kind. Maar dat werd getriggerd door die relatie die ik had. Of die egoïstische relatie. En daar zit jij nu ook in. En dan, als je daar doorheen gaat, bewust toestaan. Dan zul je uiteindelijk ook zien dat alles rechtvaardig is. Het hele goddelijk plan ook rechtvaardig is. En dat je, zelfs wat je meegemaakt hebt, is wat ook rechtvaardig is. Misschien ben je een ander aan het redden. Ja, dat zegt deze ook. Maar boodschap voor bescherming. Ja, ik moest daar gelijk naar kijken. Want ik heb het idee dat dat hier speelt. Misschien ben je een ander aan het redden. Of word je uitgelokt om te reageren als je wordt gekleineerd. Nou, dat is hier ook aan de kleineren.
je zaak en leg je erop vast. Want jij kunt zelf het verschil gaan maken. Eén ding is zeker. Als het je bedoeling is om eerlijk te zijn, dan wordt de zaak op de beste manier opgelost voor allen die erbij zijn betrokken. Met vriendelijkheid, empathie, maar ook moed. De beste relatie is een relatie waar beide voordeel van hebben. En ieder het gevoel heeft dat er naar hem of haar wordt geluisterd. Dat hij of zij wordt gewaardeerd en gerespecteerd. Dat is hier niet het geval. Oké. Nog eentje. En dan stop ik ermee. Wauw. Het is toch wel weer heel, heel treffend allemaal. De Fool. Ja, de Fool. Dat is dat onschuldige kind. Laat je onschuld niet afpakken door wat anderen zeggen. Maar de Fool is ook bereid zijn iets te wagen. De moed hebben om alleen te zijn. Vrijheid, onafhankelijkheid, creativiteit, grote talenten. Mogelijkheid tot een grote sprong voorwaarts. Maar dan moet je wel luisteren naar de stem van het eigen hart. Openheid, vertrouwen, bereid zijn iets te wagen. Ook de moed hebben om alleen te zijn. Voor vrijheid gaan, onafhankelijkheid gaan, je eigen creativiteit. Wauw, dat is het helemaal. Je bent bereid, zegt deze kaart, om opnieuw te beginnen. Misschien zelfs tot het maken van een grote sprong. Geef je eraan over en waag de sprong. Ook al tracht angst je er telkens weer van te weerhouden. Telkens weer. Vertrouw op de stem van je hart. Dat is je intuïtie. Vrouwelijk yin. Waarvan moet jij je afkeren ten einde vrij te zijn? Wat is bij jou de tijger van angst? Wat houdt voor jou de moedige sprong naar het nieuwe in? Wat zegt jouw hart? Nu volg ik de stem van mijn hart. Ik sta open en ben bereid te gaan waarheen het mij leidt. Nou, heel duidelijk. Dat was het. Ik hoop dat een aantal nu of die donkere nachten van de ziel al hebben gehad en hiervoor staan, of dat dat met de nieuwe maan nog komt en dat het alsnog gaat gebeuren. Jezelf overwinning behalen, want daar gaat het om. Om voor jezelf te kiezen. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende video. Heel veel liefs. Bye.